Ibrahim Albouni, je hebt net je partij gewonnen. Een decision tegen Micheletti. Hoe voel je nu? Alhamdulillah, ik voel me goed. Ik ben dankbaar. Ik heb mijn partij weten te winnen op een beslissing. Drie rondes. Ik heb drie rondes gedomineerd. Ik heb laten zien dat hij me niet zo vaak kon raken. En hij werd er gefrustreerd van. En dat was, ja, dat was een beetje de gameplan. En het is gelukt, alhamdulillah. Hij dacht dat hij de partij naar zichzelf toe had getrokken. Wat dacht jij ervan? Hoe zeker was je ervan dat je had gewonnen? Ik had alle drie rondes. Het leek zo omdat ik een beetje achteruit vecht. Ik hou van mijn afstand. En hij werd gefrustreerd de eerste ronde. De tweede ronde werd hij gefrustreerd. Ik had hem nog opengehaald. En de derde ronde leek het alsof hij hem terugtrok. Maar dat ging niet. Nee. Er was nog een interim titelpartij op jouw gewichtsklasse gevochten. Momi tegen Gbabes. Wat vond je van de partij? Ja, goed gedaan, man. Gewoon. Gbabes gaat nu vechten tegen Abena. Wie denk jij dat die partij gaat winnen? Wie denk jij dat jij, wat jij natuurlijk tegen hem, wie denk jij dat jij tegen zal komen? Ik weet het echt niet. Het wordt gewoon een mooie partij. En ik gun ze allebei om te winnen. Want dan kan ik zo snel mogelijk tegen één van hun zijn. En ik wens ze succes. Oké, duidelijk. Jij hebt gevraagd van, hey, ik wil nu voor de titel. Er zijn nog een aantal andere grote namen, zoals bijvoorbeeld Maslobov, die graag een rematch wil. Nog een... eigenlijk vooral Maslobov heb je, Abena heb je, Gbabes heb je. Hoe zeker ben je van je zaak dat jij de volgende titelshot krijgt? Ik ben de volgende niet. Eerst hun twee moeten vechten. En inshallah, als daarna hun hebben uitgevochten, dan zal ik het zijn. En ondertussen wil ik wel nog een partij vechten. Ik ga niet wachten tot hun gaan vechten, snap je? En wie heb je dan in gedachten? Maslobov misschien? Een Momin? Ik weet het echt niet. Echt, wat Glory me geeft, dat eet ik. Maakt je helemaal niet uit? Nee, maakt niet uit. Nee. Duidelijk. Ik wil je nogmaals feliciteren en ik hoop je binnenkort weer te zien.